Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond, want zoals altijd weten we nog steeds niet wanneer je zit te kijken. Hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Match op TV. Deel 104. 104! Dat is wel. Gert. Ja. Wat hebben we vandaag in Metashop TV? TV. Weet je trouwens dat de eerste minuut kunnen ze allemaal doorskippen, hè? Ja, want het is gewoon elke keer hetzelfde. We kunnen net zo goed als Jean-Paul. Ja, precies. We kunnen net zo goed als Jean-Paul vragen ons niet dat gewoon het eerste stuk erin. Ja. Het scheelt ons een hoop gedoe. Gert. Ja. Wat hebben we vandaag? Ja. Ik ben echt benieuwd. De movie gaan we laten zien. Echt wel weer eens wat anders. Ja, dat is een leuk ding. Zijn nog? Ja. Ja, leuk. Masterpiece. Ja, dat is weer wat anders. Leuk. Van Reflex. Ja. En E-Expectation. E-Expectation. Uitgebracht door Mark Mason, maar het is een truc van Risky Nanda. Nou, waar gaan we mee beginnen? Dat is jouw feestje. Nou, begin jij maar eens. Ik heb de movie nog steeds nooit live gezien. Nou, dan gaan we daar eens kijken of we daar een beginnetje mee kunnen maken. Ik had deze eigenlijk hier even in moeten doen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb een hoesje. En ik heb een cd'tje. Ja. Ik mag hem even bekijken of daar iets geks mee aan de hand is. Nee. Ja, het is een... Het is een kopie, hoe noem je dat? Een cd om te branden. Ik heb hier een stift, het is een whiteboard stift. En dat betekent dat als je hier opschrijft, dat ik het water ook weer weg kan poetsen. Ja. Dus je mag eventjes iets erop schrijven dat je zeker weet dat dat zeg maar jouw cd is. Dat het niet een of andere gimmick cd is of zo. Of, MTV 184. Nou, fantastisch. Goed zo. Nou, ik zal hem eventjes in het hoesje stoppen. Als het gaat, ja. In het hoesje stoppen. En wat jij even mag doen, je mag het hoesje vasthouden of leg het neer wat je zelf wil. Ik heb hier namelijk ook nog een aantal kaartjes, ik hoop dat het een beetje te zien is, bioscoopkaartjes van diverse films waar ik recent geweest ben. Titanic, ik bedoel van de week nog geweest, Skyfall van 007. The Matrix, Seven, allemaal oude films eigenlijk, hè? Ja. Toy Story, Fight Club, Star Wars, nou, noem het allemaal maar op. Allemaal verschillende films waar ik eigenlijk geweest ben. En wat jij mag doen, is jij mag even één, maakt niet uit, pak er even eentje uit. Ja, niet uit welke. Ja, en draai hem om, bekijk hem eventjes. En laat hem even zien, ik mag het ook zien hoor. Wat heb je? Kill Bill. Kill Bill. Dat is die film met Quentin Tarantino, volgens mij. Nou, die namen... Dat is geen kinderfilm, laat ik het zo zeggen. Daar vallen echt... Ja. Nou ja, dat is op zich wel leuk. Je had alles kunnen kiezen, wat ik al zei. Maar jij koos voor... Kill Bill. Nou, dit is echt ongelooflijk. Moet jij eens kijken wat er gebeurd is. Oh, er is niks gebeurd. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Zou je zelf eventjes de dvd eruit willen halen? En welke film? Kill Bill. Kill Bill. Kijk, en draaien we eventjes om en dan zie je dat het inderdaad Kill Bill is. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is nog niet alles. Want ja, ik ben dan altijd wel aan originele films houden. Is het eigenlijk de originele DVD? Ja. Ja, het is jouw handding, maar het is niet... Het is gewoon, dat zit er gewoon op, hè? Het is niet... Nee. Het zit gewoon goed. En leg hem maar terug, als je wil. Kijk, ik ben namelijk van de originele DVD's. Dus... Ja, dit vind ik dan wat mooier om mijn Kill Bill film in te bewaren. Gaaf, hè? Gaaf. Heel apart effect. The Movie, bij Mario Daniel. En, zeker wat leuk mee te doen. Het is absoluut gaaf. En ja, nogmaals, je hebt dan je hebt dit, hè. Dus als je denkt, oh shit, kost je elke keer een cd. Ik bedoel, je poets hem zo weg. Ja. En dan kan je de truc weer resetten en opnieuw vertonen. Super makkelijk. Tenminste, het laten verschijnen van... Dit is eigenlijk het makkelijkste gedeelte. Ja. Terwijl dat het moeilijkste lijkt. Het lastigste vind ik wel om de kaft goed te krijgen. Ja. En ja, goed, dat is wat lastiger. Het is... altijd Kill Bill. Ik denk, ik zeg het maar, want had ik vorige keer al een vraag. Is het altijd Kill Bill? Ja, er is altijd Kill Bill. Met enige...
knutselwerk. Kun je er ook andere van maken. En hij legt ook uit in zijn uitleg, want er zit een heel slim design in. Dat is ook de reden dat ik die voor de Kill Bill film heb gekozen. En dat ga je wel zien als je hem koopt en uitgelegd krijgt. Dan zie je wat het echt slim is en waarom je voor Kill Bill gekozen. Maar met enig knutselwerk zou je dit kunnen verbouwen naar een Disney film, als je dat zou willen. Kost je wat tijd, kost je wat energie, maar het kan. En ik weet dat het kan, want ik heb het gezien. Volgens mij zijn er zelfs originele refills met andere films te kopen. Maar goed. The Movie. Bij Mario, Daniel, nog iets. Alright. Nou. Volgende. Dan wil ik je expectation wel zien, dan doen we een beroemde trucje. Ja, dat is goed. Nou, dat werkt met een voorspelling. Yes. Je zit in dit envelopje. Ja. Ik zie het. En ik heb een aantal, u kent ze wel, ESP-kaarten. Extra sensitive perfection kaarten. ESP. Ja. Je mag er straks aan kiezen, maar je moet niet denken dat ik nou een bepaalde volgorde gelegd heb of zo. Maar, dus als ik het vierkantje daar wil hebben, dan kan dat? Dat kan, ja. Dat kan. Goed. Neem er één in gedachten. In gedachten, hè? Je wou bijna aanwijzen. Nee, ik zag het. Ja, ik heb er één. Ja. Cirkel. Nee, die heb ik niet. Nee, dat zeg ik ook niet, maar dit is een cirkel. Ja, je mag hem even tellen, kiezen hoor. Maar zeg maar welke je gekozen hebt. Ik had bacon. Gebakken. Nee, golflijntjes had ik. De golflijntjes had je? Ja. Oké. Okay. Gaan we toch eens even kijken wat er in de envelop zit. Dit is echt een 100% vrije keuze. Ja. Onmogelijk in de envelop zit. Ja. Laten we eens even kijken. Welke je gekozen hebt. Leggen het golfje even daar neer. Dan pak je de enige kaart die hierin zit eruit, als die eruit wil tenminste. Ja. Je kan zien, er zit maar één kaart in. Ja, je kan er doorheen kijken. En er zit in de golfjes. Fantastisch. Goed hè? Ja, ik vind het goed. Ja, we zagen toen de trailer. En toen zagen we wel iets. En dat maar zien de mensen die nu zitten kijken, denk ik ook wel. Er zijn een aantal dingen die heel slim zijn in dit principe. Absoluut. Ten eerste zit er echt maar één kaart in het envelopje. Ja. Ten tweede kan ik nu, en dat zie je op de camera niet, kan ik door het envelopje heen kijken en ik zie dat die gewoon leeg is. Dus ik kan er gewoon doorheen kijken. Ten derde is het envelopje groter dan de kaart. Want daar dacht ik ook nog eventjes iets mee aan de hand zijn. En ten vierde snap ik er, als je er allemaal over nagedenken, denk je, je snapt het niet. Nee. Op camera kan je die terugzien, dus kan je ongeveer de secret move zien. Ik denk als je het in real life doet, dan wordt het absoluut niet opgemerkt. Dan wordt het niet opgemerkt, nee. Het grapje met van eentje naar voren schuiven, ja. En dan, ja, die had ik niet, dat is natuurlijk... Klassieker, maar dat werkt fantastisch, vind ik. Dat werkt echt fantastisch. En ik denk dat hij er echt wel een goed effect mee heeft. Dat is een winnaar, echt. Ja. Ik vind het een goed ding. Ja. Nou, dat is Expectation. Expectation, inderdaad. Hé, hey, dan gaan we eventjes eruit, want we hebben nog twee video's van FG Ron en Gert. Dus dat is op zich ook wel even leuk om naar te kijken, althans dat denk ik. Er zit een hele grappige bij van onze vriend Ferry Driemer. Ja. Met een dobbelsteen, moet je maar eens kijken, echt heel leuk. En dan zou ik zeggen, tot zometeen na de commercial break. We'll be right back.
zelf een leuke video, hè? Want ik bedoel, we vinden het leuk om even geen Ron en Gert video's te krijgen. En kijken ook, we kijken ze altijd zelf. Dus stuur ze rustig in, kan als je kleine bestanden hebt via de info@magicshop.nl. Grote bestanden even via WeTransfer. En ja, nogmaals, probeer even je camera horizontaal te houden. Want ja, veel mensen kijken dit natuurlijk op de tablet of op de computer of wat dan ook. En dan is dat het woord. Dus dat even terzijde. Wil je iets, ja, ik blijf het herhalen, wil je iets zeggen over het congres? Nee. Ik zeg elke keer wat over het congres. Dat de mensen zich moeten inschrijven en dat de website www.dutchfestivalofmagic2017.nl is. En dat het dan gewoon een helemaal te gek congres wordt. En dat ga ik niet vertellen. En dat Shilim komt. Nee, dat ga ik niet vertellen. Dat je meet en greet kan doen. Ja, meet en greet. Meet en greet. Met donderdag, is leuk hoor. Ja. Met Rob en Emiel en Roy van Gogh, dat doe je zo. Robin Matrix. En nog een of andere hapsnurker. Leuk toch? Maar goed, daar gaan we kijken, niet over hebben. Nee, junior, Hans Kloktorfee. Ja, ik wedstrijden. Nee, daar gaan we allemaal niks over zeggen. Dealers. Ja. Gaan we ook niet zo vertellen. Nee. Aanbiedingen gaan we ook niet zo vertellen. Nou, dan gaan we door naar het laatste effect. Oh, nee, ging naar de kijkersvragen dus? Ja, we hadden één kijkersvraag van Brian. Ja. Brian Blatt, die vroeg, kunnen jullie het verschil uitleggen tussen jullie close-up matten? Nou, dat is alleen de kleur en de grootte. Want we hebben maar één soort. We hebben de VDF close-up matten. Ja, we hebben ook deze, maar die is niet te koop. Alles is te koop, hè? Oh ja, alles is, maar wij hebben hem, in principe niet. Nee, maar wij verkopen alleen grote. Maar het is trouwens wel zo'n beetje dezelfde kwaliteit. Ja. Maar wij verkopen alleen die VDF close-up matten en die zijn in verschillende kleuren en maten. En de reden dat we die verkopen is omdat ze goed zijn. Ze zijn relatief betaalbaar. En ze zijn, had ik al gezegd dat ze goed zijn? Ja, dat had je al gezegd. Oké, en ze zijn relatief betaalbaar. Dus ja, dat was het. Maar ze zijn ook wel goed. Ja. We zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar, met of zonder kaartsymbolen, klein of groot. Dus nou, dat even over de close-up. En er was nog een vraag, het was al heel oud, ik zat hem net mijn bestandje te lezen. Ik dacht, hey, er stond nog een kijkersvraag in mijn bestand. En dat was of we ook verstand hebben, we verkopen natuurlijk gehoogde trucs, we goochelen, maar hebben we bijvoorbeeld ook verstand van andere dingen. Boekhouden, zeg maar het runnen van een zaak, denk ik, dat de vraag is. Nou, leuke vraag. Ja. Denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Ja, nou goed, ervaring met winkels heb ik natuurlijk al. Vanaf mijn 15e werk ik alleen maar in winkels. In winkels. Nou, winkels. Dus. Winkels. En van boekhouden heb ik geen verstand. Maar goed, daar kom ik gelukkig weer een klein beetje op toe kijken. Ik heb een boekhoudkundige achtergrond. Dus ja, verkopen kunnen we wel. Ja, nou, we kunnen demonstreren. Ja, ook. Denk ik, hoop ik. En ik denk dat is het leuke van ons vak. Een goocheltruc verkoopt zichzelf. Of niet, maar het kan zichzelf verkopen. Dus ja, ik denk dat het... Weet je, we doen maar wat, vaak. Soms dan denk ik, wat zijn we bezig? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? En dan, nou, bij jou vraag ik me dat inderdaad heel vaak. Ja, maar dan pakt het ook nog wel eens uit. Dat vind ik ook wel leuk. Ik heb geen idee of dit uit te pakken en dan werkt het. Captain! Ja. De laatste. Ik heb hier een speelkaart. Ja. Ik heb hier één speelkaart. Het is er echt één. Ik hou hem hier in het beeld. En dit is Masterpiece, overigens, van Rick Lax. Wil jij voor mij een getal noemen tussen de 1 en de 10? Opnoemen. 4. 4, oké. Zal ik het weten? Ja. Oké, nou ja, goed. Ik ga wat kaarten verscheuren nu. Nevermind. Rood of zwart? Zwart. Oké, dan gaan we die verscheuren bij deze. Schoppen of klaven? Schoppen. Oké. Dan verscheuren we een schoppenkaart. Maar jij zei de schoppen? 4. Ja. Dus het zou mooi zijn dat als jij zegt, nou, we kiezen de schoppen 4, dat ik dan ook bij wijze van spreken daadwerkelijk de schoppen 4 verscheur. Snap je dat? Ja, dat snap ik wel ongeveer een beetje. Nou, dan ga ik wat proberen. En met nadruk op proberen. Ja, het enige, het zou natuurlijk mooi zijn als ik hier dan ook daadwerkelijk... Moeilijk, hè? Kaart verscheuren. Nou, wel in stukjes. Het zou nou niet mooi zijn als ik hier dan daadwerkelijk die schoppen 4 zou hebben? Dat zou wel heel apart zijn. Ja. Maar de reden dat ik deze kaart verscheur is omdat ik hier een ruiter 3 heb. Ja. Want ik... Ja, ik weet toch niet dat je dus op een 4 zou kiezen. Nee. Ik had gedacht dat jij eruit 3 zou kiezen. Weet je wat? Zou je voor mij even een stukje vast willen houden? En maak eventjes een
ja, vuisten van. Ik ga namelijk iets proberen. Want jij zei tegen mij zelf de 4 en daarna gingen we verscheuren en we kwamen op schoppen 4 uit. Zou het niet mooi zijn als het dan toch liever de schoppen 4 is? Dat ik bijvoorbeeld van die ruiten 3 stukje een schoppen 4 zou kunnen maken. Dat zou wel een gaaf truc zijn, toch? Absoluut. Je hebt zelf gekozen voor de schoppen 4. Het enige wat je doet is dit. En als je nu heel langzaam je hand openmaakt, dan heb je er nog steeds één stukje. En als je hem omdraait... Is het de schoppen 4? Is het jouw gekozen en genoemde schoppen 4. Wauw. Ja. Gaaf, hè? Mag jou als souvenirtje. Dat is toch eigenlijk... niet te verklaren, toch? Ja hoor. Want, nou, ik... Nee, ik ga het hier uitleggen. Nee, het is echt heel sterk. Ik heb hem een aantal keren al verkocht. Er zijn een aantal mensen die me gebruikt hebben. We krijgen gelukkig ook, als je wat koopt, dan sturen we automatisch een mailtje van, joh, laat even een review achter. Dat vinden we leuk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die het eventueel willen kopen. En soms mailen de mensen de reviews, soms zetten ze het online. Het laatste is natuurlijk het meest ideaal, want dan kan iedereen zien. Maar we hebben al een paar reacties gekregen van mensen die zeiden, ja, dit is echt, echt goed. Mensen die gaan echt helemaal uit hun dak, zeg maar. Want ja, ze mogen zelf een kaart noemen, ze mogen zelf een suit noemen. Je verscheurt een kaart, je laat zien dat je het helemaal verkeerd had. Dat ik ruiten 3, verkeerde kleur, verkeerde soort. Ja. En je legt één stukje van die ruiten 3 in de hand, zonder switches. Je hebt één kaart en je hebt echt, je kan je mouwen opstropen, je kan naakt op straat, kan je deze truc doen, bij wijze van spreken. Niet dat je dat wil. Oh, nu zeker niet, veel te koud. Ja, precies. Dat ligt helemaal niet, zitten kijken. Nee, en dan verander jij dat ene stukje in hun genoemde kaart. Dus het is echt bam, ijzersterk. Ja. Maar goed, is het lastig om te doen? Nee, absoluut niet. Kan je kaart scheuren? Ja, dat lukt me waarschijnlijk. Voilà, dat is alles wat je serieus hoeft te doen. Ik wil meteen even inhaken. Sommige mensen denken dat wij hier ook dingen afspreken. Bijvoorbeeld net met die golflijntjes. En nu dan en dit. Ja. Dat is niet nodig. Nee. Daar wil ik meteen even op inhaken. Vorige keer, 2 weken geleden, hebben wij de truc gedaan. Colossal Blizzard. Colossal Blizzard 2.0. En wij kregen reacties op de YouTube-site van mensen die zeiden, ja, dat is afgesproken werk. Ik weet niet meer wat we toen hadden. Volgens mij noemde jij een kaart. Ja, schoppen. Ik weet het niet meer. Moet je maar even terugkijken. En toen zei iemand, ja, dat is afgesproken werk. Absoluut niet. Absoluut niet. En nu ik het toch over Colossal Blizzard heb. Ja. Ik heb vorige keer heb ik gezegd dat ik een leuke add-on had. En degene die dat bedacht heb. En degene die ik dan ook eventjes wil bedanken daarvoor credits. Dat heb ik vorige keer niet. Ik heb het wel genoemd, maar niet zijn naam. En toen zei die water, je had mijn naam al mogen noemen. Dus bij deze, Leandro. Super tof dat jij dat hebt gedaan. En alsnog eventjes de credits voor Colossal Blizzard. Ja. Mocht je... Denk, waar gaat het over? Check even onze vorige uitzending. Dan zie je in ieder geval het effect van Colossal Blizzard. En het gaat er ook om dat je dingen niet hoeft af te spreken. We proberen het altijd zo te laten zien dat we hoeven geen trailer te maken. Nee. Dit is de demo zoals je hem ook in de winkel zou zien. Nadeel? Je krijgt 26 kaarten die je verscheurt. Dus als je het 26 keer gedaan hebt, nou, dan is de duidelijk. Dus de gimmick, de kaart is de gimmick. De gimmick is de kaart en die verscheur je. En ja, je zou op een gegeven moment weer nieuwe kaartjes moeten aanschaffen. Ik weet niet of er refills voor zijn. Ik denk het namelijk niet, want buiten dit krijg je één kaartje met de uitleg. Dus ja. De refill zou precies hetzelfde zijn. Dus ik gok dat je goedkopere refillpakketten leverbaar zijn. Nou, dat was het dit. Ja, volgens mij hebben we alles gehad wat we hebben moeten hebben. Nou, daar stoppen we er gewoon mee. Ja, misschien nog heel voor de liefhebbers. Ik denk dat volgende keer Tenjo er wel aankomt. Ik hoop wel dat ze onderweg zijn. Ja, het is altijd lastig met die Japanners. We weten het nooit. Komt natuurlijk echt van ver. Maar goed, het komt eraan. Het is onderweg. Nou, dat zit er weer op. Het zit er weer op. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ja. Vergeet je niet in te schrijven voor het Nationaal Nederlands Dutch Festival of Magic Convention Congres. Echt de moeite waard. En we hebben nog wel iets leuks. Misschien. Nee. Een bepaalde datum in januari. Even een soort... Hé, wat gebeurt daar? Is dat een interessant iets?
Ja, inderdaad. We gaan weer een workshop doen, hè? Echt? Ja. Mogen we wel zeggen? Ja, 7 januari. Nou, dat is leuk om te horen. We gaan er nog niet alles over vertellen, want voor de rest weet niemand het nog, denk ik. Volgens mij moeten we nog even wat mensen vragen. Maar ja, ben je wat jonger, zeg maar? Volgens mij onder de 15, 14, 15. Ja. En je vindt het leuk om een workshop goochelen mee te maken. Hou dan eventjes zaterdag 7 januari vrij. Grote streep erdoor in de agenda dat je geen optredens gaat hebben, geen boekingen gaat doen, niet jarig bent op die dag. En niet op vakantie. Nader informatie volgt. Volgt uiteraard. Dus 7 januari, schrijf hem alvast in je agenda en dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot over 2 weken. Doei. Doei. Mochten we die datum nog noemen? Moet Jean-Paul niet wegpiepen? Wegpiepen? Ja. Januari. Nee, dat gaat toch goed. Ja, nee, het gaat er wel door.